Goedendag en welkom weer bij een nieuwe videoles van Foberta. En deze keer gaan we kijken naar opgave 10 en 11 van de oefenopgave die ik heb gemaakt voor mijn klasse 1. Bij hoofdstuk 3, paragraaf 1 van Pulsar over geluid. Voor het natuurlijk klas 1. En dan gaan we meteen maar eens kijken naar opgave 10. En bij opgave 10 gaan we weer de standaard aanhouden van teken wat er gebeurt. De vraag is namelijk, je schreeuwt in een echoput. Dus je staat ergens, je hebt een echoput. En even kijken, nou up, dat is een mooie put denk ik. Dus je staat ergens, je schreeuwt in die echoput. En het geluid komt 0,2 seconden later bij je terug. Dus die put die gaat de grond in. En wat we dan weten is, het geluid gaat de put in en 0,2 seconden later is het geluid weer bij je terug. Ik heb het gevoel dat ik daar een commafoutje heb gemaakt, want dit wordt een heel erg diepe put. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Nu gaan we gewoon de dingen opschrijven die we weten. Namelijk, wat weten we? We weten dat de totale tijd 0,2 seconden seconde is. We kunnen ook zeggen dat de tijd voor één kant op te gaan, en dat ga ik even iets moeilijk doen, dus ik schrijf even de tijd om één kant op te gaan, dus voor het geluid naar beneden te laten gaan, of het geluid weer helemaal terug naar boven te laten gaan, is niet 0,2, maar is daar de helft van. Namelijk, het geluid doet er dan 0,1 seconde over. Verder weten we ook dat de geluidssnelheid zo'n 343 meter per seconde is. Is er geen andere waarde gemeld, dan gebruik je gewoon 343. Dat is een standaard. En er is gevraagd naar hoe diep is nu de put. Dus wat is de afstand die het geluid moet afleggen? Nou, oplossing hierbij is weer, we gaan zeggen van, de afstand die het geluid moet afleggen is de snelheid keer de tijd. Dus dat is 343 meter per seconde keer 0,1 seconde. En hier heb ik geen rekenmachine voor nodig. Ik kan nu gewoon zeggen, deze put is 43,3 meter diep. Kom je nu op het dubbele hiervan uit, dat kan gebeuren, dan heeft dat er puur mee te maken dat je dus vergeten bent dat het geluid naar de bodem gaat en weer terug omhoog komt. Goed, dan hebben we vraag nummer 2 bij de echoput. Namelijk, nou ja, vraag nummer 2, eigenlijk vraag 11. Een andere echoput is 30 meter diep. Dus ik weet weer bij de gegevens. De afstand die het geluid zal moeten afleggen is misschien 30 meter. Ik teken hem ook even nog voor het gemak. Dus een echoput. Hup, 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 hup. Mooi put de grond in. Je kijkt even de grond. Dus we weten deze put is 30 meter diep. En even kijken. Als de lucht in deze put 0 graden Celsius is, en dan gaan we in het boek, in de tabel, gaan we opzoeken wat de geluidssnelheid bij 0 graden Celsius is. Als je dat hebt opgezocht, dan kom je uit op 332 meter per seconde. Jij schreeuwt iets in de put. Dus je gaat hier staan en je denkt van, nou leuk zo'n put. Hup, ik schreeuw er even wat in. Geluid gaat naar beneden. Geluid moet weer terug naar boven komen. En de vraag is, wat is nu de tijd die het geluid erover doet? Nou, het punt waar we nu een beetje mee zitten is weer de afstand die het geluid totaal moet afleggen. Is naar beneden en weer terug naar boven. Dus het geluid moet omlaag en weer omhoog. Dus het legt niet 30 meter af, maar het geluid legt totaal 60 meter af. Daarom is tekenen handig. Dan gaan we de oplossing geven.
En bij de oplossing gaan we nu zeggen, de tijd is de afstand gedeeld door de snelheid. Mocht je deze formule echt een grote verrassing vinden, kijk dan even een paar video's terug in deze playlist naar de introductie waarin deze formules één voor één worden uitgelegd. Maar goed, tijd is afstand gedeeld door snelheid. En als we de afstand gedeeld door de snelheid doen, dan kunnen we zeggen we hebben een afstand van niet 30 meter, ik schreef het bijna op, maar 60 meter. Een snelheid van 332 meter per seconde. En als we dat in onze rekenmachine gaan invoeren, dan krijgen we 60 gedeeld door 332. Is een heel mooie breuk, daar wil ik vanaf. Dus we hebben een tijd van 0,18 seconden. Dus 0,18 seconden later hoor jij jouw echo weer. Dit waren opgave 10 en 11. Ik doe trouwens wel gelijk opgave 12 bij. Gelukkig staat het ook in de titel. Namelijk, bij opgave 12 is de vraag... Stel, en ik zal hem ook maar even in beeld duwen. Hup, komt u maar. Als het warmer weer wordt, hoor je dan de echo eerder of later? Laat het zien met een berekening. Nou, daar gaan we weer eigenlijk hetzelfde doen. We hebben weer ons gegeven. De afstand die het geluid moet afleggen is 60 meter. Niet 30 meter, 60 meter. De geluidssnelheid bij een hogere temperatuur kun je opzoeken in je boek. Daar heb je bijvoorbeeld bij 20 graden 343 meter per seconde. En als we die getallen gaan gebruiken, ik ga nu heel eventjes alleen de oplossing nog neerzetten. Dus gevraagd is de tijd. En de oplossing in dit geval, tijd is afstand gedeeld door snelheid. De afstand is nog steeds 60 meter, maar die delen we nu door 343. En als we dat doen, 60 gedeeld door 343, dat is een tijd van 0,17 seconden. En dat betekent, als het warmer weer wordt, dan zul je de echo ietsjes eerder horen. Want de tijd die het geluid erover doet, is minder geworden. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. De meesten die deze video kennen, kennen mij waarschijnlijk gewoon als jullie leraar op het Openbaar Lyceum Zeist. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Heel veel succes bij het SO. Morgen, volgende week, eergisteren. Tot een volgende keer. Of tot morgen in de les.